Hey iedereen, welkom bij Vlogmas dag 13. Het is vandaag zondag 13 december en ik ben al een hele tijd wakker, want ik moest nog helemaal mijn vlog bewerken. Het was een heel gedoe. Ik had gisteren nacht, wou ik al de vlog bewerken, want ik doe het dus altijd al in de avond, zodat ik hem de dag daarna gewoon tijd wel kan uploaden. Maar nu was mijn hele bewerkingsprogramma blijven vasthangen. Toen moest mijn laptop bijgewerkt worden, dus toen was die ook nog eens uitgevallen. Toen ben ik in slaap gevallen, want het was echt al 2:30 in de nacht. Ik denk, ja, dan bewerk ik hem morgen wel opnieuw. Dus ik ben om 10:00 opgestaan. Ik zit hier nog in mijn cozy pyjama broek. Ik heb wel al eventjes een t-shirt aangedaan. Maar nu ging het nog steeds niet. De bestanden worden op een of andere manier niet laden in Movie Maker. Echt super vervelend. Dus ik heb mijn laptop echt nog 10 keer aan en uit gezet en het opnieuw geprobeerd. Maar ja, de bestanden worden gewoon niet laden. Dus nu weet ik niet of het echt aan de laptop lag of aan Movie Maker of aan de filmbestanden zelf. Uiteindelijk is het me toch gelukt en heb ik hem nu bewerkt gekregen. Fingers crossed dat hij wilt opslaan, want daar ging het gisteren ook mis. Bewerken ging gewoon, maar het opslaan, daar bleef hij vasthangen. Hij is nu, even kijken, 4% opgeslaan. En dat is het procent waar dat hij gisteren al bleef vasthangen. Dus ik hoop echt dat hij nu gewoon verder opslaat en dat ik hem wel nog kan uploaden voordat ik moet gaan werken. Ik moet vandaag namelijk werken van 2:15 tot 6:00. Dus ik wil hem liefst nog daarvoor online krijgen. Ik had het wel ook gemeld op mijn Snapchat-account. Dat het kon zijn dat de vlog later online ging zijn. Ja, nogmaals, ik ben heel blij dat ik geen vaste vloguren heb. Vaste uploaduren. Want ja, er kan altijd iets voorvallen waardoor het later komt. En dan voel ik mij weer schuldig. Dus ja, dat dus. Dus het was eventjes een hectische ochtend. Maar ik ben blij dat het nu hopelijk wel gewoon gaat. Ik ben ook nog eventjes de vlogmas van Pauline aan het kijken. Super leuk om er even mee wakker te worden. Het zonnetje schijnt ook. Dus dat is alleen maar leuk. Elvin die slaapt nog. Ja, ik ben dus wat vroeger opgestaan, speciaal voor die vlog. Ik ga nu een ontbijtje maken. Ik ga gewoon cornflakes eten. Ik had eigenlijk al veel eerder willen eten, maar ik wou die vlog gewoon af hebben. Dus ja, dat vond ik wel eventjes belangrijker dan mijn ontbijt. Ik ga ontbijten met Kellogg's, Coco Pops. Dus ja, dat ga ik nu doen. Kijk het er heel moeilijk uit. Het zijn gezichtsjuweeltjes. Ook iets wat ik totaal niet gebruik. Het ziet er wel cute uit, maar ik zou echt niet weten wanneer ik dit moet opdoen. Deze is ook iets minder leuk. Gewoon omdat ik het niet gebruik. Het zijn zo gewoon van die steentjes. Misschien kan ik het wel voor iets anders gebruiken of zo. Wat? Ja, geen idee. Maar dat was pakje nummertje 13. Dat was hem weer voor vandaag. En het gaat de goede kant op met mijn vlog, want hij is 55% opgeslaan. Dus ik hoop dat ik hem nog net op tijd kan uploaden, want het is nu bijna 10:50.
Dus ik hoop dat die nog, dat ik hem nog kan uploaden. Dat zou heel fijn zijn. En ik ben benieuwd hoe het vandaag op werk is, want we zijn dus vandaag op zondag open en morgen zijn we ook open. Normaal zijn we altijd op zondag en maandag dicht. Dus ik ben wel benieuwd of het druk gaat worden, een drukke koopje zondag, want het is wel echt super mooi weer. De zon schijnt nog steeds volle bak, dus dat is echt heel erg leuk. En ook weer typisch iets voor mij. Ik ging dus gisteren mijn koffer maken voor dit weekend hier te zijn. En ik zei nog in de vlog van gisteren, ja, en ik moet ook echt mijn make-up niet vergeten, want ik moet morgen werken. En ik kijk net in mijn toiletzakje en mijn make-up zit daar dus niet in. Dus ik ga zelfs voordat ik vertrek eventjes langs thuis. Want ja, ik wil natuurlijk wel gewoon make-up op doen aan het werk. Ik ga niet zo zonder make-up. Dan moet ik toch nog eventjes langs thuis passeren voor mijn make-up op te doen. Dus ja, ik ga nu wachten tot die vlog klaar is. Dan ga ik me misschien ook eens aankleden, want ik zit nog steeds in een comfy outfit. Dus ja, dat is het. En het is tijd voor vakje nummer 13. Een eitje met wolkjes. Ah nee, een raampje. Zo, ik ben net thuis. Ik heb mijn make-up niet gefilmd, want ik moet me echt haasten. Het is vandaag echt mijn ongeluksdag. Eerst mijn vlog die niet mee wilt. Het hele bewerkingsprogramma wat bleef vasthangen. Dan kwam ik niet uit de parking van het appartement. Ik kreeg mijn auto niet eruit gereden. Ik zat helemaal vast. Dus ja, het is nu echt bijna tijd om te vertrekken. Ik heb deze blazer aan van Bershka. En een zwart t-shirtje en een leren broek van Stradivarius. Ik ga nu onmiddellijk naar werk vertrekken. En dan zie ik jullie vanavond weer. En hopelijk is het op werk wel gewoon een positieve dag. En gaat het daar niet ook helemaal mis. Het is vandaag zondag de 13e. Maar het voelt echt als vrijdag de 13e. Want, oeh, amai, wat een dag. Maar dat even een emotionele dag. Ik weet echt niet wat ik vandaag heb. Ik denk, mijn hormonen zijn precies op hol aan het slaan. Het is 5 uur. Ik moest normaal tot 6 werken. Maar het was super, super rustig. Dus ik ben een uurtje eerder mogen stoppen. En ja, ze zagen het ook aan mij dat het vandaag echt niet ging. Ook op het werk. Ik liet de hele tijd parfumdoosjes uit mijn handen vallen. Het inpakken ging niet altijd goed. Zo de hele tijd zo onhandige toeren dat ik uithaalde. Ja, ik weet echt niet. Ik werd even emotioneel, maar geen idee van waar het komt. Het zijn echt mijn hormonen die geen idee wat aan het doen zijn. Maar ja, dus ik heb nu een uurtje eerder gedaan, dus dat is wel fijn. Morgen moet ik ook werken van 2 uur tot 5:45. Ik hoop dat ik morgen me wat beter voel, maar ik denk het wel. Mijn dag begon vandaag gewoon al heel hectisch, zeg maar, met die vlog en zo. En dan met die auto dat ik vast had en... Ja, het was me even heftig allemaal. Maar oké, het klinkt nu allemaal echt alsof ik super hard overdrijf. Maar het voelde gewoon allemaal niet zo plezant vandaag. Maar ja, die dagen zijn er natuurlijk ook. En morgen is dat ook alweer over. Ik ga nu naar huis. Ik ga thuis avond eten, want Elvin is ook gewoon thuis. Hij is niet op het appartement gebleven. Dus hij is ook langs thuis gegaan. Hij eet ook gewoon thuis. Dus we gaan niet koken of zo. We eten allebei thuis. En dan gaan we tegen de avond naar het appartement. Dus ja, dat is het plan. Voor de avond gaan we gewoon fijn op het appartement. En blijven we daar ook echt slapen. En nu moet ik mijn make-up niet vergeten. Omdat ik morgen dus ook weer moet werken. Ah, nu ga ik echt ontspannen, want amai, vandaag was het totaal niet mijn dag. Maar oké, genoeg gezeurd, ik ga naar huis. Zo, ik heb net lekker avond gegeten en ik ben nu eventjes nog wat dingetjes in mijn koffer aan het doen. Ik had hem terug mee naar huis genomen. Ik heb de grootste deel van de dingen op het appartement gelaten. Maar ik was dus mijn make-up vergeten vandaag. Dus ik heb tot nu even mijn toiletzak gedaan. Ik ga even kijken of ik nu wel alles heb van make-up spulletjes. Ja, het is niet veel. Het is alles wat erin zit. En ik kreeg trouwens ook de vraag of dit jaar een kerstlook online komt. Ja, die komt 14 december online. Ik heb die ingepland staan op YouTube. En ik dacht dat dat voor de 14e was. Of de 16e. Nu ben ik even aan het twijfelen. Maar ja, de kerstlook
kerstlook komt ook dit jaar weer online. Dat is gewoon al een traditie sinds ik YouTube doe. Die heb ik echt al in oktober denk ik opgenomen. Onmiddellijk bewerkt en ingepland. Dan is mijn koffertje weer klaar. En dan ga ik naar Elvin. We gaan nog eerst even... Hij is nog thuis. En hij is voetbal aan het kijken. Juventus speelt. Hij is een grote fan van Juventus. Dus die matches die nog even thuis aan kijken. Want daar heeft hij Telenet Sport. En op het appartement heeft hij dat niet. Daar heeft hij gewoon zo het basic... Ik zet jullie even neer. Daar heeft hij gewoon het basispakket van Telenet. En thuis heeft hij... het sport. Dus ik ga nog eerst die match afkijken. Ik heb toch nog ook wat YouTube video's wat ik kan kijken. En dan gaan we naar het appartement. En dan heb ik alles. Even mijn schoenen aandoen. Ik heb mijn make-up ook al afgehaald. En dan ben ik klaar. En ik en Elvin zitten in de auto. We zijn eventjes aan het rondrijden. Want er is geen betere therapie dan met uw vriend in de auto zitten. Rondrijden en gewoon muziek luisteren. Wat je gewoon zalig vindt. Dan moest je de muziek aanzetten. Nee? Ja, maar anders hebben we auteursrechten. Dus ik kan de muziek nu wel niet in de vlog aanzetten. Maar de match is gedaan. Hoeveel of Juve gewonnen? 1-3. Juve, sorry. Dus ja, we gaan nu even ontspannen. Want ja, zoals ik dat straks al zei, het was echt mijn dag niet. Dan gaan we niet in het drinken. Ja, ging dat maar. We gaan naar het café. Wanneer dat gaat. Dat is zo gek dat alles gewoon dicht is. Dat, ja, ik vind echt... Kan er steeds niet. Anders gingen we nu gewoon pizza op café. Ja. Marks thing of zo. Koffie hier. Oh. Is je alleen met de lampjes? Ik ga het erover laten. Ja. Tjus, ik zag die niet, joh. Die man. Ja, nee. Die is ook volledig zwart aan. Oh my god. Hey, ja. Dus nu gaan we even genieten van de music. We hebben dus een discussie, of ja, nee, geen discussie, we vragen ons iets af. Nee, ik weet dat het zo is. Dit lampje in de auto, ik heb dat nu speciaal aangezet voor te vloggen, want ja, het is nog steeds super donker, maar zodat dat je niet zo ziet. Daarom. Maar ik vind dat raar. Elvin zegt dus dat je, dus jij denkt dat je daar een boete voor kunt krijgen. Ja. Elvin denkt dus dat je een boete kunt krijgen als je met dat lampje rijdt. Ik denk van niet, ik zou echt niet weten waarom. En hoezo afleiden? Je mag wel hands-free bellen, maar je zou geen lampje aan mogen hebben. Huh? Ik heb er altijd zo gedaan, ik dacht het. En ik vind er dus ook verder niks over op internet, want als ik iets duw van verlichting of lampen, dan hebben ze het over de koplampen of over sfeerverlichting in je auto, wat je er zelf in doet. Maar dit lampje, ja, geen idee. Laat in de comments achter wat jullie denken, of misschien iemand ook echt het antwoord weet. Of als jullie het artikel gevonden hebben op internet waar het in staat of het mag of niet, deel het dan even in de comments, wie weet. Maar ja, ik denk dus echt dat je daar geen boete voor kunt krijgen. Maar oké, ik denk dat dat een fabeltje is. Want ik heb het wel vaker gehoord dat mensen zeggen, je mag niet met een lampje rijden, maar het is volgens mij echt de fabeltje. Een fabeltje. En het
is tijd voor een McDrive. Hoe lang zijn we hier al niet meer geweest? Een half jaar of zo. Echt zo lang al niet meer. Nee. Er is een tijd geweest dat we dit bijna iedere zondag deden. Oh, dat is zondag. Dat is zo de traditie na mijn cinema, als je mij komt halen. Ja. Na het werk. Maar nu is het echt lang geleden. Er staan best wel wat auto's. Dus, maar ik ga alleen kipnuggets nemen. Ik heb niet heel veel honger. Maar ik heb wel zin, zeg maar. Ja, 12 kipnuggets. Ik heb 4, 5, 9 of 9. 9. Huh? 2 keer 6. Of doe maar 2 keer 6, sorry. Dan. 2 keer 6. Als je iets meer luidt, dan kun je dat niet op je stappen. Ah. 20 is veel, hè? Ja. Doe maar 9, is goed. 9. Waarom is het 4 keer 6? Mayonnaise. Ja, wat sorry. En een cheese red devil. En een cola. Hier? Ja. Mag ik zijn? Ja, dat is het, ja. Nee, is gevraagd. En we hebben onze bestelling. 9 McNuggets. Ik vind de nuggets van de McDonald's echt de beste nuggets ever. Oh my god. Een colaatje en 11. Welke hamburger heb je? Red Devil. Oh. Rode duivel. Mayonnaise. Oh, dat geluid. Ik kan niet tegen. Zo van dat rietje. Is dat ook echt nooit open? En dat toefje vind ik altijd zo grappig. Kijk. Eerste indruk. Eerste indruk. Ja. Van? Comfortfood. Je kunt daar dingen bij, servetten. Ja, heel veel. Echt lang niet meer gegeten. Ja, ik heb letterlijk gewoon alleen naar dit, geen frietjes, niks. Lekker? Yes. Gaan we lekker smullen. Tussen 10:30 en we zijn op het appartement. Ik heb lekker mijn pyjama aangetrokken en ik ben de vlogmas van Leonie aan het kijken. Elvin is nog eventjes onder de douche gesprongen, want ja, daar had hij gewoon zin in. Ik ga bij deze de vlogmas van vandaag afsluiten. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden vandaag. Morgen moet ik werken van 2:00 tot 5:45. En voor de rest staat er niet echt iets op de planning. Normaal gezien zou ik fitnessen, maar het gaat super hard regenen, dus... I don't know. Want ja, ik ben ook nog hier en ik ga niet speciaal vroeg in de ochtend naar huis voor dan binnen te trainen, omdat ik gewoon een beetje wil uitslapen. Dus ik plan het wel een ander dagje deze week om te fitnessen, want ik fitness 3 keer per week. Dus ik kijk wel even op elke dag ik dat kan verplaatsen. Ik ga dus bij deze de vlogmas afsluiten voor vandaag. Hopelijk is er nu geen probleem met mijn laptop, geen probleem met mijn bewerkingsprogramma. Fingers crossed dat gewoon morgen deze vlog om een fatsoenlijk uur online staat. En dat het niet weer een heel gedoe gaat zijn. Vond je dit een leuke vlog? Vergeet je dan zeker niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan zou hebben. Doe ook een duimpje omhoog. Klik op het belletje als je altijd een melding wil krijgen wanneer de vlog online staat. Dan mis je er zeker geen enkele. En dan zie ik jullie morgen weer in de volgende vlogmas. Doei!